Hi en welkom in deze video. Dit is eigenlijk een hele simpele video, want hoe neem je truffels? Ja, je denkt, ik eet het gewoon, maar daar wil ik toch nog iets over zeggen. Want niet iedereen vindt truffels lekker. Ze smaken een beetje naar noten. Ja, het is niet per se lekker, maar het is ook niet heel vies, vind ik zelf. Ik wil je in ieder geval de vrijheid geven dat je ook de truffels kunt innemen met iets anders. Bijvoorbeeld je neemt truffels en een beetje chocola. Of truffels en dadels. Of je neemt het door je ontbijt heen. Of wat jij er ook maar lekker vindt. Je kunt het combineren. Het is niet schadelijk. Het is niet dat het een afname doet. Wat wel belangrijk is als je de truffels neemt. Als je lang koudt, dan activeer je de stof meer. Dan gaat de stof, ja, die wordt meer geactiveerd in je mond. Wordt meer opgenomen. Dus hoe langer je koudt, hoe meer er stof vrijkomt die dus de truffels activeert. De psilocybine. Dat is dus zeker een tip. Zelf kauw ik het vaak zo weg. Ik doe soms wel eens dus dadel of deed ook wel eens chocola, eigenlijk niet meer. Maar ik kauw het en dan spoel ik het gewoon weg met water. En dan kun je ook daarna bijvoorbeeld iets nemen wat lekker smaakt, want je hebt wel een beetje een nasmaak. Nou ja, in ieder geval gaat het uiteindelijk om wat het jou op gaat leveren, in energie, in hoe je voelt, in ja, hoe je het leven ervaart en dat is het belangrijkste doel. Dus ik zou vooral zeggen, geniet ervan, van het proces en ik zie je in de volgende video.